Kees van de Leemkok, u werkt bij het bedrijf naast het bedrijf waar het allemaal gebeurde vanmiddag. U was gewoon aan het werk en wat gebeurde er toen? Ja, ik werk en ik kijk richting de buurman. Daar hoor ik een geweldige klap en ik zie een bulkwagen met cement. Ja, die komt bijna los van de grond. Gaat een halve meter uit het lood en een gigantische stofwolk. En de volgende stap is kijken wat gebeurt daar. Ik zie nog een man wegrennen. Ik ben even ter plaatse gaan kijken wat er gebeurde. Zie ik nog slachtoffers of wat? Maar het was zo'n grote stofbende met allemaal cement op de vloer. Schoenen zaten onder. Maar gezien dat er geen gewonden waren, dat was in ieder geval een hele geruststelling. Maar dat moet toch ongelooflijk schrikken zijn geweest, want het zal hem een klap gegeven hebben. Ja, een geweldige klap. Ik ben gewend aan klappen van het karbietschieten, maar dit was factor 10. Gelukkig voor ons, BBS voert de goede kant op. Want anders komt het richting ons en dan sneuvelen ramen en dan zit je achter de computer met allemaal cement op je bureau. Ja, want de overbuurman die kon zijn bedrijf sluiten, hè? Volgens mij voorlopig een kaasverwerker of een kaasverpakker. Ja, die klopt. De productie is stilgevallen doordat alle filters dicht kwamen te zitten. Dus dat is even stop. Schrikken, maar eind goed al goed? Ja, aanvankelijk erg schrikken. Maar vooral omdat je ziet dat er geen gewonden zijn. Ja, is het materiële schade en heel veel opruimwerk. Want cement, ja, het is gelukkig droog weer. Als het gaat regenen heb je natuurlijk een echte probleem. Auto's zitten allemaal dik onder het stof, zoals je kunt zien. En die zullen moeten worden gewassen. En verder zijn ze aan het schoonmaken. Ik zou niet door de wasstraat rijden, u wel? Nee, voorzichtig afspuiten werd mij aanbevolen met een tuinslangetje. Ja, want uw auto heeft ook wat stof? Ja, valt mee. Die staat hier. Maar de wind was de andere kant op. Dus daar hadden we minder last van. Als je 100 meter verderop gaat kijken, ja, daar ligt gewoon een duimendik cement op de auto's. Maar het grootste nadeel van vandaag is misschien wel dat karbietschieten eigenlijk niet meer zo interessant is volgend jaar. Nou, nog meer een teken dat hoe groter de bus, hoe beter de knal.